Eind vorige eeuw ging op Omroep Gelderland een nieuw programma van start. De verslaggevers van Buitengewoon trokken er wekelijks op uit om verhalen te vertellen uit de mooiste natuurgebieden van onze provincie. Deze zomer kijken we terug op 20 jaar natuurtelevisie in Gelderland. Wat is er gebeurd in de Gelderse natuur? En staan we er nu beter voor dan 20 jaar geleden? Vandaag de Veluwe. Het is niet een opvallend vlindertje, dus... Nee, hij is heel onopvallend. Hoe ga ik hem nou herkennen? Nou, je moet in ieder geval letten op de kale plek in het zand, want het is vrij koel, dus hij zoekt echt die plek op, omdat dat het beste opwarmt. Ja. En de zon staat een beetje achter ons en hij richt zich altijd naar de zon, dus hij zal een beetje zo schuin deze kant op zitten. En dan een grijzig, blauwgrijzig vlindertje. Maar een beetje die kleur van dat gras, hè, dat is ook het blauwige, alleen dan wat donkerder. Ja. Hoeveel zitten er nog op het Kootwijkerzand? Ja, er worden er op een dag wel eens 50 gezien. Dus ik schat eigenlijk dat er zo tussen de 500 en 1000 kleine heivlinders nog op de Kootwijkerzand voorkomen. En dat waren er ooit? Ja, ooit zat hij op tientallen plekken in Nederland. Of op de Veluwe wel allemaal. Ja. Dus toen waren het er 10.000, denk ik. Dus maar dit is echt de laatste plek. Hè. Dat maakt het zo kwetsbaar. Er hoeft maar hier iets te gebeuren en zo'n soort kan verdwijnen uit Nederland. En dan is het voor altijd weg in Nederland. Ja, dat zou doodzonde zijn. Ja. En dan komt de zon weer, dus dan zouden we misschien ook weer kunnen zien vliegen. Ja. En wat doen jullie eraan om te voorkomen dat hij uitsterft? Nou, wat heel belangrijk is, dat hij meer plekken krijgt dan alleen het Kootwijkerzand. Ja. En ook hier moet het gewoon open blijven, want ook hier zie je het al wel dichtgroeien. Maar gelukkig is het Kootwijkerzand heel groot en robuust. En daar kan gewoon prima gezorgd worden dat hier altijd open plekken blijven. En die moeten we nog vinden. Ja, het blijft ook hier een zeldzaam beestje hoor. Zit hier, het dakje? Ja. De zon. Bijna onzichtbaar. Dezelfde kleur als. Hij valt helemaal weg ook in al die mossen en die gastjes en zo. Je moet hem eigenlijk zien vliegen, wil je hem echt ontdekken. Maar ja, dan moet het inderdaad een beetje zonnig zijn. Dat ze warm genoeg zijn om te kunnen vliegen. Hij zit nu op te warmen. En ja, dat gaat heel snel met dat open zand hier. En het is nu eventjes weer wat bewolking voor de zon, maar zodra de zon komt, dan weerkaatst er zoveel van dat zand, is die binnen de kortste keren 30 graden. Kijk, nu zie je die zon komen. Hij moet 30 graden zijn? Ja, het lijfje, hè, waar de spieren in zitten, moet 30 graden zijn, wil hij goed kunnen vliegen. Maar hij gaat ook helemaal erop liggen, hè. Hij ligt helemaal zo schuin, zodat hij inderdaad zo optimaal mogelijk van die warmte gebruik maakt. En je zegt hij, want het is een mannetje? Het is een mannetje, ja. Hij is wat kleiner dan een vrouwtje, heeft ook wat minder tekening op de onderkant. Hebben we nou ongelooflijk geluk? Ja, we weten dat hij hier zit, maar dat je hem vindt, ja, daar komen we. Maar hij is ook hier op het Kootwijkerzand zeldzaam. Ja. Ja, en dan moet je echt toch wel geluk hebben om hem tegen te komen. Hij gaat... Op straat hier, ja. Dan doen we het met één. Ja. Gelukwezen, hè? Dat. Babbels, affaire. Leuk. Oké, boy. Let's go. Hey. Je wil jou, zingt zijn lied, je wil jou, zingt zijn lied, je wil jou en anders niet.
Ik vind het altijd zo leuk dat je vaak onbewust geluiden hoort. Ja, en dan denk je van, hey, en dat oh ja, je dan naar boven kijkt van, hé, hey, verdomd, wat is die weer? Waar komt dat geluid vandaan? Ja, stond op het weidje hiervoor, stonden er ook weer 3, 4, 5 reeën. Ja. En er waren weer een zwikkie hazen aan het rondrotsen. Ja, dat wil wel als je zo'n beetje wat vroeger bent. Ja. Het scheelt natuurlijk toch weer dat uur. Mooie plek. Donders mooie plek. Ja, ik heb al trek in een spa. Wat doen jullie nou precies? We zijn plaggen aan het steken. Wij hebben het idee dat als we dit afplaggen en we weer de zanderige bodem terughalen, dat we hier weer een heideveldje terugkrijgen. Dat is een oerbankje, lijkt wel. Klopt. Ja, maar een gat hier volgens mij. Gaan we nou archeologische vondsten doen? Oké, kruiwagen voor mij. Ja. Ik was net gescheiden. En daar had ik nog veel last van. En hij had ook vergelijkbare slechte problemen. Tijd, slechte tijd. Lopen kloten bij mezelf. Vreselijk tegen me op zitten boksen. En toen was er nog een buurman die dwars lag. En daar hebben we toen ook een enorm gevecht. Ja, ja. Maar verdraaid, het was wel leuk. Want de IVN-club, er was toch een soort, daar in de Eerbeek was dat hierachter. Het was toch een soort broedkamer. In ieder geval was het donders leuk. Want jij ook en ik ook. We zaten ook al heel vaak met onze snuit buiten. Ja. En in de natuur te snuffelen. Nooit anders gedaan. Wist er ook wel wat vanaf. Een beetje aan te klooien, een beetje te stropen, een beetje te donderjagen zo. Ja, IVN is natuurlijk allemaal heel netjes, heel lief voor plantjes en beestjes en zo. Maar daar met de donderjagen konden we elkaar wel vinden. Met nog 2 andere, 3 andere erbij. En ja, dat is echt wel echt de vriendschap die daar gestart is. Zo. En de grap? Is ook dat je het allemaal wel kunt doen in de sfeer van bloempjes en beestjes en aardbaarheid. Maar de natuur is niet aardbaar, het is er gewoon. En dat betekent dat je af en toe ook iets een dode sperwer tegenkomt of een aangevreten ree of iets wat ergens stinkt of wat dan ook. Er mag ook best gepraat worden over dat er een keer iets doodgaat. Ik heb het gegeven, hij was op. Oké. Kijk maar dit. 85. 81, moet je zien. Maak jullie elkaar wel eens gek? Nee, niet echt. Nee. Nou, hij mij wel, ja. Ja? Ja, hij mij wel, ja. 7B? 84. 84. Moet je eerst maar eens even wat opgeschreven. 80. Even dit huishoudelijk werk doen, hoor. Okay. Wat doet hij dan? Dan kom ik helemaal van mijn gegevens af. Ja, een beetje een darm is het. Een darm noem je dat soort types. Dan komt hij toch niet helemaal uit voor wat er is of zo. Dan zit hij een beetje lullig te monkelen en een beetje quasi geheimzinnig te lachen. En ja, hij is gewoon niet eerlijk dan. Dan zit gewoon de boel. Wat is eerlijk dan? De belazeren zit hij dan gewoon de boel. Ja, als je. En dan? Dan wordt hij narig. Ja, ik word wel eens kwaad. Ik weet dat als ik te ver ga, dat ik een dreun op mijn ogen kan krijgen. Ik heb hem nog nooit gehad, wel verbaal. Ja. Dan scheldt hij me uit voor quasi-psycholoog of zo, dergelijks. En dan doet hij dan vaak in het bijzijn van anderen en dan kan ik hem ook wel meppen. Maar dat doe ik dan niet. Want dan draai ik me om en dan loop ik weg. Maar het is tussen ons wel helemaal zo als het al 20 jaar lang is gegroeid. En dat voelt goed. Okay. Ik ga lekker naar de volgende pijlbuis. We gaan naar de volgende pijlbuis. Ja. Ik ben er klaar voor. Ja, dat is mooi. Hond erbij. Hond erbij. En de vetten hoop ik, hè? En de vetjes erbij. Maar waar heb je die dan? Ja, dat is heel spannend. Kijk. We zitten er toch niet op? Nee, we zitten er niet op. Maar we hebben een heel mooi tasje. In de tas? Ja, een speciaal tasje voor. Haal ze er eens eventjes uit, okay. Als dat kan tenminste. Op het daar. Ja, daar zijn ze al. Daar zijn ze. Zijn ze schuw?
Nee hoor, je kan ze zo met de hand pakken. Ik kan er zo in uithalen. Ja, pak er nog eentje uit. Kijk hoor. Ja. Zeg, ga je eens aan de kant, Joep. Kom maar, alsjeblieft. Zo. Nou, Rachel, hoe gaat dat in zijn werk? Jagen met fretten? Ja, jagen met fretten. Het werkt als volgt. Je stopt deze fretten in de konijnenbouw. Dus wacht even, huis een bouw, de, dat een bouw is een ondergronds gangenstelsel. Gangenstelsel van een konijn. Die fret gaat erin. Die konijn schrikt. Ruikt de geur van de fret en zet het op een lopen. Ja, maar die fret, zijn instinct is het om het konijn te pakken. Als die uiteindelijk de kans krijgt, zou dat eventueel kunnen gebeuren. Maar dat gebeurt alleen bij een ziek dier of een heel jong dier. En dat is ook de reden dat je alleen maar in een bepaalde tijd gaat fretteren. Je gaat nooit fretteren in de tijd dat er jongen zijn. Maar in het najaar? In het najaar, ja. Of in de winter, maar. Het is dus de bedoeling, de fret gaat erin, jaagt het konijn eruit. Ja. En dan komt het konijn eruit en dan kun je het vangen. En dan kun je het op twee manieren doen. Dan kun je het met netten vangen. Ja. Of je kunt het met het geweer bejagen. Oké. En wij gaan vandaag met netten vangen, Vandaag met netten vangen. Oké, goed. Nou, je hebt er twee bij je. Ja. Zet je ze ook alle twee in? Soms wel, als de bouw, als de huis van het konijn heel groot is, dan zetten we er twee in. En soms alleen maar één. En dan gebruik ik het liefste de witte, omdat je die het makkelijkste kunt zien. Loop maar even achter mij als je wil. Zo, dat is echt heel spannend ook. Ja, dat is heel spannend, ja. Jeetje, en hij ligt daar nu? Ja, ik zag hem omvallen. Ik zag zijn pootjes omhoog gaan. Jeetje. Moeten we nu gaan kijken? En wacht heel eventjes. Ja? En dan gaan we even kijken. Goh, je moet heel lang mikken en kijken. Ja, ze stonden iedere keer dubbel. Er stond er eentje achter. Of dat is niet goed. Nee, dan schiet je er twee. Ja, jeetje, nou ja, staat me gewoon in mijn nek, man. Dat is echt heel spannend. Ja, dat is het. Jeetje, man. Ja, je wilt goed doen. En er zijn er nog veel meer dan je denkt. Ja, al die biggetjes die zie je niet. Dus ik zat constant te loeren naar een open plekje waar ik veilig schot af kon geven en kon zien dat er niks achter stond. Ik zie wel dat je het heel zorgvuldig doet. Ja, dat moet ook. Ja, dat doe je natuurlijk ook omdat wij er zijn nu. Nee, altijd. Altijd. Nee, maar dat doe sowieso altijd. Zo, hé. Anders had ik wel veel eerder kunnen schieten, maar ik kon niet zien of er twee of drie achter stonden of biggetjes ik achter. Ik zit met je mee te kijken, je kunt niks zien bijna. Nee. Je moet heel goed kunnen kijken. En op een gegeven moment pik je er eentje uit. En dan krijgt hij een knal en loopt hij nog een klein stukje en is hij dood. Ja, in principe op het schot is het al gebeurd met hem, maar dat is nog een adrenaline laatste wat erin zit. Ja. Ach, jeetje. Ja. Kijk, hier heb je bloed. Zie je dat? Aan die... Je hebt echt goede ogen, zeg. Aan het gras. Ja. Zweet, zoals dat dan heet. Ja. Ook weer zo'n term, hè? Ja. Zeg maar gewoon bloed, zou ik dan zeggen. En dat loopt hierheen. Ja. Ach, hier. Ach, gos. Oh, daar ligt hij. Ach, jee. Ja. Klein overlopertje. Mooi bladschot. Dat moet je allemaal uitleggen. Een klein overlopertje, dat is... Hij is niet groot. Een overlopertje is een big van vorig jaar. Dus een varken wat nu een jaar is. Ja. Tussen de, zeg maar de 12 en de 24 maanden is het een overloper. Na die tijd is hij volwassen. En een bladschot, dat is midden in zijn lijf? Nee, niet middenin. Dat is hier bij de, achter de voorpoot. Ja. Hier zitten het hart en de longen. Maar dat wil je. Je mikt daar precies op. Ja, dat is waar je ze wil raken. Nou, wat knap. Dank je. Dat moet ook heel precies dus. Ja, anders dan hieronder zitten de darmen. Oh ja. Dan snijden we door de darm heen. Deze heeft het nog goed, er zit nog vet op. Ja. Dus hij heeft wel een mooi leven gehad, hè? Ja, een heel mooi leven gehad. Dat moeten we maar heel erg hard op zeggen. Mooi scharrelvlees. Ja, oh, daar ligt het hele zaakje. Ja. Kijk nou. De darmen, dikke darm, dunne darm. Ja.
Hoe vaak moet je dit nou doen voor je dat zo goed kunt? Nou ja, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het is nog helemaal, het is ook wel wat hoor dit. Ja, het is nog helemaal warm. Jeetje, ja. Ja. En je ziet er, nu is alles eruit. Ja. Hier zitten de haasjes, ja. Achterbootjes. Nou, ja, nu wordt het een barbecue feest. Dat doen nu, we niet, nu begint het erop te lijken. Nou. Doe hem even iets aan de zijkant en dan kieper het bloed er een beetje uit. Ja, hoe dan? Til hem gewoon op, zo. Als jij een pootje pakt, dan loopt dat eruit. Ja. Zo. En dan gaan we hem naar de koeling brengen. Ja, ach jee. Geef hem nog een naam, niet meer, hè? Nee, laat dat maar niet doen. Ja. Gewoon achter op de auto. Til of slepen? Slepen. Beter voor je rug. Nou, dan ga je, jongen. Met meisje. Ja, hou hem een beetje rechtop, dan wordt het nu ook niet zo'n bloedige bende. Oh, je moet even dichtbinden of zo? Nee, doen hem tegen de klep alleen. Zo. Jeetje, meneer de jager. Meneer Harm. Nou. Ik hoop dat je het een bijzondere, mooie ervaring vond. Nou, mooi is het bijna. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik vind het eigenlijk heel knap van jou. Dat je met mij in je nek... Ja, de beesten waren ons ook gunstig gezien. Jawel, maar ik stond gewoon achter in je nek te hijgen en je doet het perfect. Nou, dank je. Was het voor jou ook enger dan anders? Ik vond het wel wat spannender, ja. Nu ben je nog secuurder dan normaal. Nou, dat is gelukkig. Gelukkig. Helemaal goed gegaan. We gaan hem wegbrengen. Ja. Het is warm. Anders gaat hij verbroeien. Ik dank je om erbij te mogen zijn. Graag gedaan. Dat was wel heel bijzonder. Ik vond het ook bijzonder. Mijn naam is Hans Leijlands. Ik ben beheerder van de Volkssterrenwacht Buslo. Ik ben ook oprichter van deze sterrenwacht. En ik zou willen dat het hier weer mooi, helder, donker werd. Wij zijn van 1973 zijn we bezig hier met die sterrenwacht. En toen was het echt hier een goede donkere plek. Het is steeds minder geworden. Apeldoorn, Deventer, Zutphen, die krijgen steeds meer licht. En daar krijg je toch minder helder hemel van. Doordat er dus wat meer lichtvervuiling is, krijg je de sterren minder goed te zien. Die verzwakken steeds. In het westen van het land, daar kunnen de mensen de sterrenbeeld de Grote Beer nauwelijks zien. Zeg maar, eigenlijk helemaal niet. Die zien de maan, dat is mooi, en die zien Sirius, maar echt de sterrenbeelden niet meer. Lampen die de hele nacht op een erf branden bij een boerderij, uit. Een kerk die verlicht wordt tot 's nachts 12 uur, niet nodig. Het automatische aangaan van allerlei buitenverlichting in tuinen, uit. Ga bewuster met het licht om. Denk aan je vakantie in Frankrijk, toen je daar op die camping zat en naar boven keek. En dat je al die magnifiek mooie sterren zag. En dat kunnen we hier ook weer hebben. We moeten daar wel ons best een beetje voor doen. Dus iedereen zijn eigen verantwoording nemen. En alle overtollige verlichting gewoon uit. Ah, dit is echt heel leuk. Zo'n geluk moet je hebben. Het is de nazomer. Hij staat in bloei. En welke vogels kun je nou verwachten? Nou, eigenlijk in eerste instantie misschien niet hier, maar toch. Visarend. Dierendefensieterrein. Schitterend mooi. Zit boven in een dode berk. Zit een visarend, een volwassen beest. Ja, die broeden in Nederland nog niet, maar ze komen hier wel graag. Want het leuke ervan is, het heeft indirect ook nog te maken met, met het heidebeheer. Want ik heb vanmorgen al verteld over dat branden. Nou, daar heb je natuurlijk ook blusvijvers voor nodig. En die blusvijvers, daar zitten vissen in. En die vissen, daar komt de visarend op af. Even kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Ja hoor. Oh, wat is die mooi zeg. Het mooie, het is een volwassen visarend. En die heeft zo'n mooie witte borst en van die donkere vleugels. Lijkt in eerste instantie een beetje op een meeuw. Maar als je hem goed bekijkt, hij is een stuk groter dan een buizerd. Hij heeft echt zo'n idioot lange kromsnavel met een donkere tekening boven zijn oog. En als je de kans krijgt om hem te zien jagen, dat is helemaal spectaculair. Want hij heeft van die grote klauwen waarmee hij in dit geval echt grote vissenkarpers vangt uit die blusvijvers. Dus ja, het is, je denkt misschien in eerste instantie aan een beetje witte buizerd, maar hij is groter, slanker en sierlijker vooral. Ah, dit
Het is zo mooi. En het is hier ook zo lekker rustig. Het is dat die vogel die kan er gewoon lekker blijven zitten. Het zijn bijna altijd vogels uit het hoge noorden. Die komen op de weg naar Zuid-Europa en Noord-Afrika, Midden-Afrika. Komen ze hier een paar weken overzomeren. En we hebben het nu weer te pakken. Super. En dat is ook zo leuk, hè? Want dit gebied is, omdat er zo weinig mensen komen, heel rijk ook aan andere zeldzame vogelsoorten. We zien nou die visarend, maar dat is geen broedvogel. Maar je hebt wel een, bijvoorbeeld heel veel grauwe klauwieren hier op de Doornspijkse Heide. Nou, die heb je bijna nergens in zo'n hoge dichtheid op de Veluwe. Je hebt nachtzwaluwen, je hebt draaihalzen. Wat wil je nou nog meer? Ik op dit moment even niet meer. Ah, mooi. Super helder water. Ja. Eens voelen. Lekker fris ook. Ja, het is echt altijd koud, dit water. Ja. Het wordt aangevoerd door het is grondwater, maar ook heel veel regenwater. En het stroomt altijd. Dus het is altijd vers water, omdat het ook lekker koud blijft eigenlijk. Heel goed voor waterbeestjes. Het stroomt en dan neemt het ook alles mee? Ja, zoals zand. En wat we hier in de Hiedense Beek hebben aangebracht zijn zandmotors. 7 stuks. En zo'n zandmotor die zorgt eigenlijk voor dat er het tekort aan zand wat in die beek is, want er is een soort van zandhonger, dat het aangevuld wordt en dat die beekbedding een beetje omhoog komt. En dat die beek ook meer overstroomt. Wat er eerst gebeurde was dat het water bij de bron, nou ja, daar begon te stromen. En dat stroomde als een afvoergootje eigenlijk zo naar het Veluwemeer. Waar dan spoelt het als een idioot alles weg natuurlijk. Ja, alle waterbeestjes, al het leven. Ja. En nu wordt het echt vertraagd en het blijft als het ware hangen in het bos hier. Door hout wat in de beek blijft liggen. Ja. En ook de edelherten en de zwijnen die hebben daar heel veel baat bij. Want in één keer op die hele droge Veluwe. Heb je zo'n nat gebied, ja, waterrijk gebied. Een oase eigenlijk. Ja. Ja. Met een moeras, hè? En met dat regenachtige weer van vandaag. Ja, dan wil dat wel hier, hè? Helemaal het element hier zo. Eens kijken of we hier nog wat visjes zien. Misschien wel een beekprik. Die houdt ook van het grind. Ja, hier is een beetje grind. Ook ideaal voor waterbeestjes om in te verschuilen. En ik denk zelfs dat we hier een kokerjuffer hebben. Oh, kijk. Inderdaad, ja. Dus die houdt zich vast aan zo'n plantje. Ja, 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 af hoor. Wat een prachtig stukje hier, zeg. Ja, echt fantastisch, hè? Het is bijna sprookjesachtig, zo mooi. Ja. En alsof je niet in Nederland bent. Vind je niet? Het is echt on-Nederlands, ja. En toch staan we hier midden in Nederland. Want het regent ook. Typisch Nederlands weer. Ja. Maar dat maakt het juist heel mooi hier ook. Die beleving, die waterdruppels op het water. Wat een contrast met de Veluwe dan, hè? Dat je dan nu dus in zo'n moeras echt staat. Ja, het is inderdaad een soort van moeras. Planten die horen er ook bij. En de beek die stroomt eigenlijk hier, maar overal om ons heen is water. Zodra het gaat regenen, dan stijgt die beek en die overstroomt het bos in. En nou ja, dan krijg je dit soort taferelen. Fantastisch. Daar is het heel spannend, avontuurlijk. En daar is het heel erg wilderig, hè? Want mooi van die witte bloemetjes. Heel open. Wat is dat precies? Ja, dit is de waterrenonkel. Heel mooi bloemetje, wit blaadjes en een geel hart. En die groeit in hele grote wolken eigenlijk van plant. En die plant die verplaatst zich ook weer met dat water. Dus nu dat die beek vaak overstroomt en in dat bos overal terechtkomt, meer plekken zijn er nat. En daardoor heb je dan ook overal in één keer die bloemen staan. Het staat nooit stil hier. Nee, het is echt veel dynamiek. En veel verrassingselementen eigenlijk. En ik vind dat echt fantastisch om hier... om hier te mogen werken, ja. Ja. Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons buitengewoon platform, buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon.nl